Ja, Detlef, van deze wedstrijd, denk ik, kan je best tevreden zijn. Ja, absoluut. Van de eerste moment tot op het einde, sterk gespeeld. Ja, ik ben super tevreden uiteraard. Hè. Ik denk niet dat Skaldis enige moment in de wedstrijd echt beter was. En dan, ja, dan verdiende de overwinning. Skaldis leek mij een gelaten indruk na te laten. Oh, dat is mij niet opgevallen. Ze hebben gestreden en het zat er voor hen vandaag niet in. En voor Boekenberg wel. Was dit het Boekenberg dat jij zo graag wil zien? Ja, er zijn natuurlijk nog altijd werkpunten. Volgend jaar ook met een nieuwe ploeg. Het zal toch anders moeten, ook qua spel. Maar deze ploeg heeft een ongelooflijk goed jaar gespeeld. Hè. Superveel wedstrijden gewonnen. Twee titels. Ik heb maar van één ding ongelooflijk veel spaat. Hè. Zoals iedereen wel zal weten. En dat zal ik nooit meer vergeten natuurlijk. Dat blijft heel hard in mijn geheugen. Ik denk er nog superveel aan. Als we er iets scherper hadden geweest, dan hadden we dat ook wel kunnen binnentrekken. Maar PKC was net ietsje beter. En dan zagen we de Europa Cup langs onze neus verbagen. Maar verder, hard gewerkt, goed gestreden. En twee titels. Mooi. Heb je nu zoiets van, naar het komende seizoen toe, de andere ploegen gaan denken van met drie toppers die stoppen bij Boekenberg, daar liggen misschien wel kansen voor andere teams dan om het jullie moeilijk te maken. Ja, dat is zeker zo. Hè. Als er drie superspelers stoppen, dan is de ploeg anders. En we zullen zien volgend jaar hoe dat we dat gaan aanpakken en hoe dat we ons spel er wat gaan op aanpassen. Maar dat is een uitdaging. En we gaan ons gewoon al zien dat we ons goed amuseren en dat we hard werken en dan komt dat wel goed.